Martin. Ja? Cabaretier, acteur en natuurlijk een Feyenoord-fan. Feyenoord-fan, ja. Op welk van deze titels ben je het meest trots? Ja, Feyenoord-fan. Ja? De rest is een beetje onzin. Als dat is werk. Ja. Ja. Dat is geneuzel. Nee, Feyenoord-fan. Gillen, liederen zingen. Ja. Ja. Maar als we het dan hebben over titels en Feyenoord... Dat zit er dit dan, wordt het, dan wordt het heel moeilijk. Dat ben ik gelijk met je eens. We hadden kampioen moeten worden, vind ik. Kijk, Ajax moet je terugsturen naar de keukendivisie. Want dat is gewoon doping. Dat is allemaal bewezen. Dat staat vast. Dat staat op beeld. Dus die moet je eigenlijk degraderen. Ja. Nou, dan heb je nog een clubje in Eindhoven. Wat we al van de mat geveegd hebben. Dus dat kan je gewoon zondag nog een keertje doen, zeg ik. En dan hoor je eigenlijk bovenaan te staan. En dat is leuk, want je hebt het minste geld en je speelt het beste voetbal. Grappig, hè? Je ziet dat je Ajax van de mat speelt. Je ziet dat ze niks te vertellen hebben. Nee, dat hele 0-20 niet. Je ziet dat die gloeilampenfabriek er ook niet aan te pas komt. Die rol je ook op. Dus dan speel je de top, speel je aan flarden. En daar gaat het natuurlijk om. Daar gaat het natuurlijk om. Als we dan kijken naar aanstaande zondag, dan is dit wel een belangrijk potje voor Feyenoord natuurlijk. Het is een belangrijk potje en dat weten ze ook. Ik heb ze gebeld en ze zijn er klaar voor en ze staan te briesen, dus kom maar op. Wie heb je gesproken? Ik heb ze bijna allemaal gehad. Allemaal? Ja. En wat zeiden ze? We gaan ons best doen voor jou. Ga maar lekker zitten met een biertje voor de buis en dan komt het helemaal goed. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Baal je ervan dat je niet meekomt? Ja, tuurlijk. Word je daar normaal gezeten dan? Nou, ik ga niet buiten Rotterdam. Ik ga niet naar Eindhoven met de trein. Dat pijs ik niet over. En Amsterdam, ik kom nooit verder dan Schiphol. Dan stijg ik op. Dus dat doe ik ook sowieso niet. Daar ga ik niet heen. Maar ik zit wel eens in de Kuip. Wat zal de uitslag gaan worden aanstaande zondag? Je zegt PSV, ja. Ja, nou kijk, PSV wil natuurlijk ook. Dat is nogal logisch. Die gaan niet onderliggen gelijk. Dus het zal best een spannend potje worden. En voor Feyenoord is het een beetje het laatste strohalmpje wat ze vast kunnen grijpen. Dus die zullen er ook, neem ik even aan, vol ingaan. Ja, dit is de laatste keer om... Dus het wordt een mooie clash. Ja. En kijk, dat Feyenoord dat winnend afsluit, dat is nogal logisch. Maar, hoeveel dan? Nou, ik denk dat de één puntje... Ik denk dat Feyenoord met 2-1 wint. 2-1. Hey, en Dick Advocaat, die gaat naar VI. Doodzonde, Dick Advocaat. Ja? Wat een goede coach is dat, zeg. Ik ben echt enorm fan van Dick Advocaat. Ja. Dat vind ik echt een van de grootste van Nederland. Ik snap het wel. Ik snap dat je op een gegeven moment even lekker van die druk af wil. En dat je ook lekker een beetje in je blote reet in het zonnetje wil gaan zitten. Dat snap ik wel van Dick. Maar voor Feyenoord is het een aderlating. En voor mij ook. Ik genoot van Dick. Ik geniet van die drift. Ik geniet van dat vuur. Je ziet dat hij van zijn jongens houdt. Je ziet dat hij ze verdedigt in interviews, weet je wel. Ook al maken ze foutjes en ook al gaan ze wel eens een keertje over de schreef. Dick zal er altijd achter blijven staan. Dat vind ik geweldig. Dus in dat opzicht toptrainer. Hey, en we hebben het al over dit seizoen gehad. Helaas geen titels, maar volgend seizoen. Dick weg. Ja, Dick weg. En dan krijgen we de grote man van AZ. Ja, ja die zal... Toch, je moet altijd weer een beetje bij nul beginnen natuurlijk. Dus die moet ook weer iets gaan smeden en een soort vertrouwen gaan kweken. En die zal er ook weer een soort nieuw vuur in moeten aanbrengen. En dat moet hij weer op zijn manier doen, weet je wel. Dat gaat zeker gebeuren. Ik heb je horen zeggen een keertje dat je eigenlijk wel een linksbuiten bent en hem zo... Nee, rechtsbuiten was ik. Links of een buitenspeler. Ja, ik was rechtsbuiten bij Neptunus. Ja. Ja, heb je dan nog wat tip voor Berghuis voor aanstaande zondag? Berghuis is weergeloos. Berghuis heeft zulke goede trucs in huis. Want het wordt een beetje onvoorspelbaar. De ene keer dan denk je van nou, hij snijdt weer ouderwets naar binnen. Gooit hem voor die linker en dan krult hij hem in die bovenhoek. Maar de laatste tijd gaat hij ook gewoon ineens er voorbij. Buitenom. Berghuis buitenom. Daar haalt hij het vandaan. Om te genieten, toch? Ja, genieten. Ja. Nee, dat is echt een wereldvoetballer. Dus geen tips? Nee, Berghuis kan dat uitstekend zelf. Die moet zeker niet naar mij gaan luisteren. Nee, die komt er wel. Die Berghuis is goed, man. Ja, dat is een genot om naar te kijken. En als we dan even... Weet je, kijk, hij kan dat hele elftal op sleeptouw nemen. Hè. Dat hebben we al een paar keer gezien. Als hij even het vuur erin gooit, dan gaat iedereen een tandje harder lopen. Alleen Berghuis, moet je niet op camera zeggen, maar die,
laat ook nog wel eens zijn kopje hangen. Dan zit er bijvoorbeeld niet helemaal mee. Krijgt hij twee keer een foute paas. Is hij één keer, leidt hij dan balverlies. Gaat zijn kopje naar beneden hangen. Dan denk ik, Berghuis, jongen, kom op man. Je voetbalt heel Nederland naar de kloten. Dus waarom, hup, opgeheven hoofd en gewoon opnieuw en erlangs en strooien met die pases. Heb je toch nog een kip gegeven aan hem? Ja, dus niet je kopje laten hangen, Berghuis. Verwacht je dat hij gaat blijven? Of? Ik denk dat, dat er wel clubs zullen zijn van internationaal kaliber die voor hem gaan. Die hem een aanbod gaan doen. En dan heeft hij ja, natuurlijk groot gelijk dat hij voor zijn eigen carrière gaat kiezen. Maar zo'n wereldvoetballer als Berghuis hou je gewoon niet. Wie gaat het dan van hem overnemen? Jij, denk ik. Zou mooi zijn. Heel even. 10 minuten. Hebben ze het gezien? Dan zeggen ze, nee, dat is hem toch niet. Dat red je niet. Nee. Dat tempo ligt de slag iets te hoog. Stel je voor, Feyenoord wordt derde. Maar Ajax wint de KNVB-beker. Ja. Wat zou je daarvan vinden? Nou, kijk, dat Feyenoord een ticket krijgt, dat vind ik fantastisch. En als Ajax een beker wint, moet je hem in beslag nemen. Want het is doping, zeg ik. Dus ja, ze kunnen winnen wat ze willen. Het geldt toch niet. Dus ze mogen de beker winnen. Die wordt gelijk na het eindsignaal in beslag genomen. Door een curator of een hoe noemen we het? Een notaris. Ja. Hè? Dus, met een dopingformulier erbij. Ja. En dan ben je die beker kwijt. En dan heb je hem wel gewonnen, maar niet echt. En dan heeft Feyenoord toch een beter ticket. Ja. Zo zou ik het doen. Maar je gaat ervan uit dat Feyenoord gewoon tweede wordt. Je moet mij gewoon minister-president maken. Dan zal jij zo kijken hoe die competitie verandert. Martin, bedankt. Ja, oké, man.